De Bergse Maas is nu een brede rivier. Die stroomt tussen de kleigronden in het noorden en het zand van Brabant. Dat was vroeger anders. Toen, tussen 1273 en 1904, liep de Maas vanaf Ammerzoden naar Woudrichem. Daar kwam hij samen met de Waal in de Merwede. Dat zorgde helaas regelmatig voor fikse overstromingen bij Woudrichem. In 1883 werd besloten tot het graven van de Bergse Maas, zoals we die nu kennen. Bij Heusden werd in 1990 een zogenaamde tuibrug, de derde in rij sinds het graven van de rivier, gerealiseerd. De huidige brug bij Keizersveer, gemaakt met behulp van oude delen van de Moerdijkbrug, werd op 1 december 1978 geopend. Voor de bewoners van het land van Heusden en Altena heeft Rijkswaterstaat 3 veerponten in de vaart gebracht. De meest oostelijke pont verzorgt de oversteek van Herpt in Brabant naar Bern in Gelderland. Ja, u kwam met z'n tweeën zomaar over de pont heen. Ja. Die pont voer alleen maar voor u. Ja, ja, heel bijzonder, hè? Heel bijzonder, ja. Ja, we zijn aan het wandelen en we moesten het water over. We hebben de pont gepakt, we gaan nou een heuse koffie drinken en dan de pont weer terug. De westelijke veerpont vaart van Capelle naar Dussen. Het zijn zogenaamde kabelponten, met twee doorlopende kabels van de ene naar de andere oever. Een krachtige dieselmotor drijft de ponten aan. De derde pont vaart van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat van Waalwijk naar Drongelen. De drie veren worden intensief gebruikt. Per jaar vervoeren ze ongeveer 625.000 auto's, 31.000 landbouwvoertuigen en 200.000 fietsers en bromfietsers. Gaat u vaak met de pont? Alleen met de bus. Ja? Ja. En soms met de fiets, als het mooi weer is. Ja. En ook met passagiers neem ik aan. Ja, maar nou ik ben nu leeg, maar... Er zitten nogal, 's morgens zitten er altijd passagiers in. Nou, het is mijn verbindingsmiddel tussen waar ik woon, het land van Heusden en Altena, en de andere kant, dus Waalwijk. Dus ik ga vrij regelmatig, ja. Zowel hier als in Dussen. Mansoorn en met drie collega's. Een tussendienst, een ochtenddienst, een tussendienst en een avonddienst. Oh ja. Ja, zo werkt het. En als het donker is, kunt u die schepen die dan varen goed herkennen? Ja. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem. En als ik het niet kan zien, dan pak ik het radar. Ja, maar hoeveel keer gaat u dan heen en weer? Zeg maar rond, even kijken hoor, dat ik het goed zeg. Zeg maar een 110 keer heen en weer. Dus we hebben vier van die ponten. Dit is de grootste. Dit is een van 150 passagiers. 72 ton laadvermogen. Dan moet je naar die kop van het schip kijken. Ja. Zie je waar dat hij komt? Ja. Kijk, en als ik dan half op de Maas zit, dan vaart hij de kabels alle twee aan fladden. Dan komt er een vrachtwagen aan die weegt 30 ton. En dan nog zijn eigen gewicht, ik denk dat er al 40 ton bij elkaar.